We gaan naar de eerste persoon. Zij organiseert een onderdeel van de manifestatie New York 400. Ze is de founding director van Droog. Graag een grote applaus voor onze eerste spreker, Renny Raamakers. Nou, dat was een mooi verhaal. En nou moet ik nog. Vorig jaar kreeg ik een berichtje van het Amerikaanse blad Newsweek. En een e-mail. En daar stond in dat ik verkozen was tot een van de 150 vrouwen. Women who move and shake the world. En ik was stom verbaasd. Want ik had helemaal niks ingeschreven. Ik had niet gelobbyd. Ik had niks gedaan. Maar ja, ik stond daar. Ik heb niets om mijn beelden te tonen. Oh, je dacht natuurlijk dat ik daar stond. Ja. Moet ik hier op dat rondje doen? Sorry hoor. Scheelt weer een halve minuut. Ja. Oh, ik moet daar wijzen. Ja. Ja, hier stond ik dus tussen. Je ziet me niet staan, maar ik stond er echt. Tussen Oprah Winfrey en Hillary Clinton. En nog een andere Nederlander. Laura, het zeilmeisje. En dat was natuurlijk heel erg leuk. En waarom stond ik daar? Geen idee. Maar toen kreeg ik de omschrijving. Ik moet weer hierop richten. Nee. Ik kan, ja. Oké, dit werd er gezegd. Nou, het klopt helemaal. Behalve de laatste zin. En daar kom ik straks weer even op terug. Nou, ik neem aan dat u het allemaal gelezen heeft. Het ging dus om UP. En dat was ook precies het project waar Christine om vroeg. En UP is eigenlijk helemaal geen internationaal project. Het is helemaal niet als een internationaal project begonnen. Het is eigenlijk als een nationaal project begonnen. Ook dat is belangrijk soms. Het begon eigenlijk in 2009. Het begin, eind 2009, het begin van de financiële crisis. Ik las in de krant dat er 500 bedrijven per maand failliet gingen. En ik dacht, waar blijft die inventaris? Waar blijven al die producten die in voorraden liggen? Ik ben een beetje gaan rondzoeken op internet. En ik kwam dus achter allerlei faillissementsveilingen. En ik ben erop gaan bieden, op allemaal producten. Oh, ik vind het wel lastig hoor, ik moet iedere keer naar die... Ja. En zo bemachtigde ik 5.115 producten. Save by Droog, die waren door ons gered. En we hebben dus allerlei ontwerpers gevraagd om die te redesignen. Ja, ik vergeet iedere keer dat ik daarheen moet wijzen. Dit is een beetje onhandig. Maar ja, soms moet je heel snel doorklikken. Dat weet jij misschien weer niet. Want anders ben ik een half uur bezig. Spiegel. Klik maar gewoon door. Want jullie kennen dit project natuurlijk allemaal. Gewone potten. Een gewone tafel. Manden, pollepels. Oh, die manden, die volgorde is verkeerd. Dat is wel aardig. Die mand is dus bedoeld als een rolstoel voor honden. En van Jurgen Bij, die maakte dus hele gewone zakdoekjes. Allemaal stukken uit kranten waar hij op dat moment, van plaatsen waarop hij op dat moment verkeerde. Dat is wel grappig. Het is een heel. Ja, even terug. Kan dat? Het is een heel stom zakdoekje met zo'n kadertje. Maar mij werd dus gevraagd van, wat ontzettend bijzonder, hè, dat er al zo'n mooi kadertje om zit, om zo'n krantenknipsel. Maar dat was natuurlijk het zakdoekje. We hebben dit in 2010 in Milaan gepresenteerd. En volgende, ja. En de directeur van het Centraal Museum kwam langs en die kocht dus de hele collectie op. Nou, hier zie je Edwin Jacob staan met een van de producten en met zijn staf. Het publiek verkocht ook alles. Het ging echt hartstikke goed. Dit is de eigenaar van Maison Makiela.
Doe maar even door, zo nog wat mensen. Ja. Oké, okay, dat was het begin van Up. Want Save by Droog, het waren allemaal hele kleine lots. Dus die opkopers waren ook niet gek. Die dachten, ik verdeel het gewoon in allemaal kleine aantallen. En dan is het makkelijker te verkopen. Dus ik zat met allemaal hele kleine aantallen. Waardoor die producten allemaal heel duur werden. Bovendien waren de ontwerpers heel vrij. Ze mochten eigenlijk doen wat ze wilden. Maar het was dan ook voor een presentatie in Milaan. En daar moet je opvallen. En ik wilde dus eigenlijk serieuzer te werk gaan. Ik wilde echt productieaantallen. Ik wilde echte producten. En toen ben ik met Van Gansewinkel gaan praten. Dat is de volgende. En Van Gansewinkel die vernietigt of recycelt dead stock. Dus dode voorraad van bedrijven. En die vertelde mij een verhaal dat elke dag zij tonnen producten dumpen. En bedrijven willen zo snel mogelijk van hun voorraden af, want voorraad houden kost geld. Een bedrijf die laat in China 1 miljoen producten produceren, omdat het goedkoop is, massa. En ze verkopen er maar 100.000. Nou, die andere 900.000 gaan gewoon de schroothoop op. En in het gunstigste geval worden ze gerecycled. En Van Gansewinkel was wel geïnteresseerd in een derde weg. Wat ze nu doen is weggooien of recyclen. Maar recyclen, en dat beaamden ze ook, is in de meeste gevallen, of in heel veel gevallen, downcyclen. Kwaliteit gaat achteruit en recyclen kost ook energie. Dus Van Gansewinkel die voelde iets voor die derde weg en wilde graag met ons samenwerken om die derde weg in te slaan. Samen vonden we in onze netwerken een aantal bedrijven die bereid waren in dit project mee te gaan. En ook maar even zo achter elkaar. Frisco, de Macro. En dit waren de producten die ze ons gaven. Nou, eigenlijk allemaal hele ordinaire producten. En dan ook nog medische producten. Wat wel bijzonder was. Nou, ook hier weer ontwerpers vragen om hier iets mee te doen. Hier was de brief iets gerichter. Het moesten wel producten zijn die verkoopbaar. Dus niet te arty. Maar het moesten echt wel producten zijn die serieus waren. En we kwamen uit op 23 prototypen. Frisco was een probleem. We liepen tegen een hele hoop problemen aan, maar dit was een leuk probleem. Zij ontwerpen stoffen voor de Afrikaanse markt, maar die stoffen zijn ook echt voor de top van de markt. En deze dames die in deze Frisco-kleding lopen, die willen absoluut niet dat die stof ergens nog terugkomt in een tasje of een portemonnee of iets anders. Dus het enige wat we konden doen is die stof helemaal verknippen. En dan zie je de volgende dat het dus een totaal ander beeld wordt. En dit zijn eigenlijk blinden, of ja, luxe flex noemen wij dat. Nou, dat was van de Macro. Daar werd dan dit van gemaakt. Of dit. Of dat. Soms kleine ingrepen. Vloerbedekking die over was. En de medische producten, die twee werden gecombineerd met elkaar en er kwam speelgoed uit. En dit is dan van Annelies de Vet, die de eenvoudige hotelporseleinkopjes heeft bedrukt met woorden. En als je het kopje draait, dan krijg je iedere keer andere zinnetjes. U begrijpt wel hoe het werkt. En het koffiekopje spreekt met het schoteltje. En we hebben toen een conferentie gehouden en in de Westergas. Tentoonstelling erbij. Ja, en waarom Up? Ik vind Up belangrijk omdat het weggooien van tonnen producten per dag het weggooien is van heel veel energie. Niet alleen energie van productie, maar ook de energie van het ontwerpen en de energie van de mensen die de dingen ook allemaal gemaakt hebben.
En ik zie UP aan de ene kant als een economisch model. Hè, je herontwerpt de producten die je niet kunt verkopen. En je brengt ze terug in het circulatieproces. En aan de andere kant vind ik het ook een ontwerpmentaliteit. En die ontwerpmentaliteit is in feite respect hebben voor wat bestaat. En ik ga volgende week weer naar de meubelbeurs in Milaan. En ik weet dan dat ik weer honderden producten zie. Ik zie aan de ene kant heel veel nieuwe producten die ook echt nieuw zijn. Maar ik zie vooral ook veel producten die op elkaar lijken. En ik zie honderden, duizenden producten die allemaal een klein beetje anders zijn dan dat van de concurrent. Maar al die producten zijn vanuit het niets ontworpen. Al die producten heeft een ontwerper zitten denken, schetsen gemaakt, modellen gemaakt, prototypen heen en weer uit China. En dan uiteindelijk een productie van 1 miljoen en dan worden er 100.000 verkocht. Dus dat vind ik eigenlijk een verloren energie. En je kunt natuurlijk ook anders kijken. Je kunt ook zeggen, laten we niet het wiel uitvinden. Steeds uitvinden. En begrijp me niet verkeerd, ik vind het werk van ontwerpers die echt heel oorspronkelijk zijn, vind ik echt fantastisch. En ik vind ook dat dat moet, want zij zijn de bron. Maar dat betekent niet dat je de rest moet weggooien. En ik vind dat je dus daarnaast dus ook zoiets kan bestaan als ontwerpen vanuit iets wat al bestaat. En dan is het halve werk al gedaan. Je creatieve energie kan zich op iets anders richten. En er komen waarschijnlijk hele andere producten uit dan je van tevoren had kunnen verzinnen. Nou, dat is dus eigenlijk het verhaal van UP. En hoe nu verder met UP? Dit kopje is nu in productie. En het is een van een zeer goed verkopend product. Mensen vinden het ontzettend leuk. Wij verspreiden UP ook naar het buitenland. En dat was de volgende. Dit is een presentatie die we gehouden hebben in Helsinki. En in Helsinki was UP een heel makkelijk verhaal. Eigenlijk was het, hoe je dat noemt, Gods woord in een ouderling. Hoe heet dat ook alweer? Gods woord, als Gods woord in een ouderling. Dus ze doen daar ontzettend veel aan hergebruik. En het, ja, nou ja, dat was gewoon geen enkel probleem. Maar daarna, een ander voorbeeld. We gingen naar Doha in Qatar. En dat was de UP Factory. En in Doha, nou, ik weet niet of jullie wel eens in Qatar zijn geweest, maar het is natuurlijk een ongelooflijk luxe paradijs. En je ziet al die dames in die shoppingmalls met hele dure sieraden en dure tassen paraderen. En met 5 shoppingbags. En die zijn dus de hele dag aan het shoppen. En alles wordt al afgebroken als het nog maar net nieuw is. Dus hergebruik, no way. En er waren ook geen leftovers te vinden, want wat ik al zei, alles wordt afgebroken. Maar goed, wij namen die leftovers dan maar mee uit Nederland. Voor de workshop, ja, kon er niet anders. En nou, dus ik hield mijn hart vast voor die workshop. En dit was dan een deel van de tentoonstelling. En toen kwamen die dames en heren, nou vooral dames. Ze begonnen gelijk aan al die eenvoudige stomme dienblaadjes te zitten en broodplankjes en dingen. En begonnen daar helemaal te fantaseren. Dus het was eigenlijk ontzettend leuk. En de docenten waren ontzettend blij, omdat wij dus die hele verwende, rijke generatie een beetje awareness hadden bijgebracht. Ja, en u vraagt zich natuurlijk af hoe het nou verder gaat met die bedrijven waar we in het begin mee zijn begonnen. Nou, dat is natuurlijk een hele moeilijke weg. Want die bedrijven hebben het natuurlijk ontzettend leuk gevonden om op die conferentie te staan, om PR te krijgen, om dat project te doen. Maar ja, het is natuurlijk kost, ja, die ontwerpers en imago. Ik wil helemaal niet, wij hebben eigenlijk helemaal geen deadstock. Niemand mag dat weten. Intellectueel eigendom. En, nou ja, we zijn natuurlijk nog steeds met ze aan het praten. Niet met die bedrijven van het begin, want daar zijn we mee uitgepraat. Maar we hebben weer een flink aantal nieuwe bedrijven die geïnteresseerd zijn. En het is natuurlijk veel makkelijker om het op de schroothoop gelijk bij de ganse winkel te dumpen. Veel makkelijker en goedkoper.
Maar ja, nieuwe productenontwikkelingen ontwikkelen kost ook heel veel geld en ook heel veel energie. En soms bij Up is maar een kleine ingreep, maakt het al het verschil. Maar ja, dat is er nog niet helemaal duidelijk, geloof ik. En het is hier al vaker gezegd, we gaan door, we houden vol. En dat was de derde ook alweer. Erik had er drie. We gaan door, we gaan houden vol. En nou ja, ik weet niet meer. Dank u wel. Dank u wel.